deze skibaan is gesituationeerd in 1991 door mijn vader, Jorg Moser. En sinds 4 jaar geleden heb ik dit overgenomen met mijn broer samen. Om onze passie skiën eigenlijk voor te zetten op de Twentse Alp. Zelf hebben we de associatie met Oostenrijk. Hè. We hebben de naam Moser, wij komen daar vandaan. Dus ik vind het een klein heuveltje, maar waar vind je die? Dus vandaar de Twentse Alp. Dus voornamelijk mensen die voordat ze gaan toch nog even of zelf even de meters willen maken of mensen die op les willen gaan, maar we hebben ook kinderfeestjes, het is heel divers. Het is eigenlijk begonnen om uit een stukje angst en voorbereiding, want je valt een keer, je wordt een beetje bangig, iemand breekt een keer wat. En toen zijn we hier terecht gekomen en voor mijn zoon die krijgt elk jaar skiles in Oostenrijk of Italië en hij verstaat er echt helemaal niks van. En hier verstaat hij het en hij gaat echt met sprongen vooruit. Dit is iets kunstmatigs, dus skiën is skiën, dus dat techniek blijft hetzelfde, het is alleen iets moeilijker. Dit is meer, je mag dit vergelijken met ijs, en, meer technisch. Als je het hier een beetje kan, dan zul je zien dat je het op de sneeuw echt fluitend door de sneeuw gaat. Een goede voorbereiding is het halve werk. Men gaat een sport beoefenen, maar we gaan maar een weekje per jaar. Heel veel mensen die koud de sneeuw ingaan, die zullen waarschijnlijk na 2-3 dagen al wat verzuring krijgen in de benen. Dan ga jij een sport een beetje vooraf, een klein beetje, of voor jezelf oefenen, of je neemt een cursus, hè, omdat je bepaalde angsten hebt of wat anders. Ja, nou ja, dat is een goede voorbereiding. Dat scheelt enorm. Waar gaat de reiskaart toe? Italië. En dan gaan we een week en dan rijden we zaterdag op zondag week toch weer terug. En dan is helaas weer voorbij.